Goedemorgen. Ik wil met jullie een stukje lezen deze morgen uit 1 Kronieken hoofdstuk 14. En dat is weer zo'n lichtpuntje uit het leven van David. En daar staat, toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over geheel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. David hoorde en trok uit hun tegemoet. Toen de Filistijnen gekomen waren en zich verspreid hadden in de vlakte Refaïm, vroeg David God, zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult gij hen in mijn macht geven? En de Heere antwoordde hem, trek op, ik geef hen in uw macht. En zij trokken op naar Baal Perazim, waar David hen versloeg. En David zeide, door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. En daarom noemde men die plaats Baal Perazim. Zij lieten daar zelfs hun goden achter en op bevel van David verbrandde met mensen met vuur. Nou, het is een moment, zoals het al zegt, dat David is gezalfd over beide stammen, hè? Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk Israël en Juda. Hij was eerst alleen koning over Juda en later werd hij ook koning over alles. En dat was voor de Filistijnen natuurlijk verschrikkelijk, want ja, wie werd er koning? Niet die slappe Saul, maar David. David die de tienduizenden verslagen had. En dan komen al die Filistijnen die trekken op en David die hoorde ervan. En hij hoorde ervan en hij trok uit. En het is zo mooi, dat is je eerste reactie, hè? Je wil wat gaan doen. Je hoort iets, je wil gaan reageren. En hoe vaak reageren wij niet op een verkeerde manier? Te snel of op een verkeerde wijze of de reden waarom we reageren is niet zo zuiver. En maar hij zegt, hij trok hun tegemoet. En toen de Filistijnen gekomen waren, dus David stond al klaar in het slagveld, zeg maar, en die Filistijnen trokken op. En dat is het moment dat David de Heere vroeg. En het is wel zo mooi, was het nou te laat of te vroeg? In ieder geval, hij deed het wel. Er kwam een punt in David dat hij niet vertrouwde op, ja, wacht even, ik ben een veldheer. Ik ben degene waarvan ze gezongen hebben. David verslaat de tienduizenden. Nee, hij zag dat leger en hij vroeg de Heere. En dan denk ik, in welke fase we van ons leven ook steeds terechtkomen. En al doen we het soms te laat, laten we die pauze nemen en de Heere vragen. Heere, ik ben al zo ver opgetrokken, maar moet ik wel optrekken? Is het wel uw plan? Of is het wat in mij zit, wat ik graag zou willen? En de Heere die antwoordde hem en hij zegt, trek op. Nou, duidelijker kun je het niet hebben. Trek op. En ik geef hen in uw macht. Nou, dan zie je nog steeds het leger. Je weet nog steeds, er moet een strijd gestreden worden. Maar je hebt de zekerheid in je dat God zegt, ga maar. En zo heeft de Heer ook tegen ons gezegd. Wees sterk, wees moedig. Blijf mij volgen. Blijf trouw, want de overwinning is behaald. Wij zijn met Christus meer dan overwinnaar. Maar dat betekent niet dat we niet hoeven te raadplegen. Elke keer weer de Heere vragen, Heere, is dit wat u van me vraagt? En dan trekken ze op en ze verslaan de Filistijnen. En dan zegt David zo mooi, hij zegt, door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. En ik vind het mooi hoe hij dat zegt. Hij zegt niet, ik heb God een handje geholpen. Nee, God is door mijn hand. Met andere woorden, ik was slechts een instrument in Gods handen. En ik denk, wat is dat mooi voor je persoonlijk leven, in alles wat je bereikt, maar ook als stichting. Weet je, het is de Heere die door ons heen werkt. Het is de Heere die door onze hand die projecten zegent. En het is niet wat wij voor de Heere doen, het is wat Hij door ons heen doet. En dat is dan prachtig. En dan zie je dat David
die verslaat de vijanden en ze vluchten, ze lieten zelfs hun goden achter. En David denkt, oh mooi, mooie beeldjes en die gaan we meenemen als buit. Hij zegt, nee, op bevel van David verbrandde men ze met vuur. We hebben niks nodig van deze wereld. We hebben de Heere nodig. En van de vijanden hebben wij niks nodig. De Heere zal ons zegenen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Dan staat er in vers 13, toen de Filistijnen zich wederom in de vlakte verspreid hadden. Hij had ze verslagen, hun goden waren verbrand. En er is geen aanduiding van tijdstip, ook in andere gedeeltes vind je dat niet. Maar na verloop van tijd hebben die Filistijnen weer moed gevat en ze komen weer en weer in dezelfde vlakte. Dus, ja, daar kan ik wel op afstappen, zou je haast zeggen. Dezelfde vijanden, dezelfde vlakte. Dit probleem hebben we al een keer meegemaakt. Je kent dat vast wel. Oh joh, dat geeft niet. De vorige keer hebben we dat ook zo opgelost. Zo kunnen we dat nu ook oplossen. En dan gebeurt er dit. En dit vind ik zo mooi. Dat de Filistijnen, die verzamelden zich wederom in de vlakte. En nu staat er niet dat David de Heere vroeg. Nu staat er en raadpleegde David God opnieuw. En ik denk dat er een soort vraaggesprek is geweest met God. Raadplegen. Je hebt je eigen visie, je eigen idee. Als je iemand iets vraagt, dan vraag je, joh, wat vind je dat ik doen moet? Maar hier raadpleegde hij de Heere God opnieuw. David ging niet af op ervaring, niet af op de vorige keer is het ook zo goed gegaan. Hij raadpleegde de Heere opnieuw. En moet je horen, en God zeide tot hem, trek niet op. In de eerste keer zei God, trek op. En nu zegt de Heere, in dezelfde situatie, dezelfde vijanden, dezelfde vlakte, trek niet op. Maar wat moet hij dan wel doen? En eigenlijk is dit gewoon komisch als je dat leest. Hij zegt, trek niet op achter hen aan, maar maak een omtrekkende beweging, zodat gij hen kunt aanvallen aan de kant der balsemstruiken. En zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, trek dan uit ten strijde, want dan is God voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. Dan moet je nagaan. Dan staat David daar met een leger, met de wilskracht, met de ervaring, dezelfde situatie. Hij had het zo op kunnen lossen. Maar hij raadpleegt de Heere en de Heere zegt, trek niet op, maar je moet het nou op een hele andere manier gaan benaderen. En de manier zoals hij het moet benaderen is eigenlijk lachwekkend als je nagaat, dit is een leger met schilden, met speren, met zwaarden, met scheenbeschermers, met panzers en noem maar op. Want wat moeten ze doen? Een omtrekkende beweging maken. Dan moeten ze naar de kant van de balsem struiken en dan krijgen ze een opdracht. Zodra gij het geluid van schreden, van lopen, van wandelen hoort in de toppen der balsemstruiken. Ja, waar heeft hij het nou over? Ja, over zichzelf. God gaat voor hun uit. Maar wat moest dat leger doen? Ze moesten een omtrekkende beweging maken en ze moesten doodstil zijn. En wat is dat moeilijk, hè, als je beslissingen moet nemen. Als je voor keuze staat om stil te zijn en te wachten en te luisteren wat God je te zeggen heeft. Ik ken dat persoonlijk ook. Ik ben liever actief bezig.
En ik vind het heerlijk voorbereiden en studies voorbereiden. Maar er komen wel eens die momenten dat je merkt dat God wil dat ik luister. En als ik wil luisteren, dan moet ik één ding doen. Stil zijn. Niet bezig zijn. Het los durven laten. Het neer durven leggen. En zeggen, Heere, zegt u het maar. Ik wil u raadplegen, maar ik wil ook naar u luisteren. Nou, dan moet je het zo... Ja, maar Heer, daar is de vijand. Nee, ik zeg toch, je moet het zo doen. En dat kan zo tegen je indruisen. Ik kan geloven dat dit zo indruisde tegen de hele strategie, de oorlogsstrijdskunde die ze hebben geleerd. Van zo val je een leger aan. En dan met een heel leger stil te gaan zitten onder een rijtje bomen. En maar wachten. En luisteren. Maar ze luisterden. En dan staat er zo mooi. En David nu deed zoals God hem geboden had. David gehoorzaamde. En ze sloegen het leger der Filistijnen van Gibeon tot Gezer. En Davids naam verspreidde zich in de alle landen. En de Heere legde de schrik voor hem op alle volken. En dan zie je dat er op een gegeven moment een ruimte voor het volk Israël komt. Want de ark komt terug, de dingen worden hersteld, omdat het leger op de juiste wijze verslagen was. En dan denk ik, wat is dat mooi om dat te toetsen in je eigen leven. Waarom doen we de dingen die we doen? Vragen wij nog aan de Heere? Raadplegen wij de Heere? Durven wij, waar grote keuzes eigenlijk staan, waar de strijd op zijn hevigst kan worden, te zeggen, Heere, zeg u het maar. Zeg u het maar. En een tijd te nemen van te luisteren. Want we zijn gedreven. Nee, dat we getuigen. De Heere heeft grote dingen door ons gedaan. Zodat hij alle eer en glorie krijgt. Niet alleen vandaag. Maar zolang we hier mogen zijn op aarde. Dat ons leven hem welgevallig zal zijn. Dat ons leven hem een welgevallig offer zal zijn. Zoals Romeinen 12 dat zo mooi leert. Ik wil u zegenen met die gedachten. Raadpleeg de Heere. Amen. Amen.